Welkom terug, trouwe kijkers, fans, die mijn YouTube-kanaal of deze vlog wederom weer gevonden hebben. Omdat je geabonneerd bent op mijn kanaal en wellicht zelfs het belletje aangevinkt hebt. Zodra er een nieuwe vlog is en beschikbaar is, dat je geattendeerd wordt op het feit dat deze bestaat. Goed, naast mij staat een Lexus IS250 uit 2014. Met de volgende klacht. Nou, je kan het al een beetje raden op basis van hetgeen wat ik afgeplakt heb. De zijruiten, zowel de bijrijderskant als de bestuurderskant, heb bekende krassen van de raamsnorren / trimlijsten in de deur. Door het vele malen openen en sluiten van de ramen. En de krassen zijn daardoor te herkennen omdat deze loodrecht, dus echt superrecht, over de ruit heen lopen. Dus er zit geen bochtje in of een krinkeltje of een hoekje of wat dan ook. Dus het zijn geen ijskrabbenkrassen, maar puur het slijten van de ruiten door middel van de raamsnorren. Daarom is het belangrijk dat je je raamsnorren ook schoon houdt met het wassen. En door de tijd heen, afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal, zullen bepaalde raamsnorren uitdrogen. En als je heel zacht rubber hebt, dan brokkelen ze af. Hè. Dan krijg je dat pokdalige erin. Of brokjes die eruit vallen met gaatjes. Of je hebt bepaald kunststof wat uitdroogt en knonhard wordt. En zo ook bij deze Lexus. De raamsnorren, dus het rubber wat het ruit afsluit ten opzichte van de deur, die is uitgedroogd. En daardoor dus ook heel hard geworden, waardoor het dus nu eigenlijk als een soort schraper continu over het glas heen staat. En als je dan het minste geringste zandkorreltje ertussen hebt zitten, ja, dan trek je op een gegeven moment de krassen erin. De bijrijderskant is over het algemeen een ruit die vaak niet zo vaak, zeker als je alleen zit in de auto, uiteraard niet zo vaak gebruikt wordt qua openen en sluiten. Dus de schade aan deze kant is minder erg als aan die kant. Ik zal zometeen ook uiteraard even de schade laten zien. Dus aan mij rest, omdat ik de ruiten moet schuren en polijsten. Ik kan het niet alleen met polijsten af. Met name de bestuurderskant is heel erg. Zal ik een laagje van het glas af moeten slijpen. Schuren zo gezegd. En dan daarna de ruit weer terugbrengen op glans. Om de krassen definitief te verwijderen. De klant heeft ook nog van mij ook de opdracht gekregen. Of om de raamsnorren, mits dat nog door Lexus leverbaar is, die te vervangen voor nieuwe met een zacht rubber erin. Want de rubberlijsten in deze Lexus hebben hem, die tegen de ruit aan liggen, die hebben een bepaalde stoffen gedeelte, een soort zware gedeelte. En dat zware gedeelte is compleet verteerd en weg. Dus je hebt nu gewoon kaal rubber, waar nu gewoon heel makkelijk vel aan vast blijft plakken. En omdat ze dan al uitgedroogd zijn, ze de ruit compleet beschadigen. Ik heb de wagen inmiddels al afgeplakt. Ik ga de rest van mijn spullen bij elkaar zoeken. Dat ga ik eerst even doen. En dan pak ik daarna even de camera op om de schade ook in de bestuurderskant te laten zien. Glaspolijsten is ook een van mijn specialismes. En wederom weer, je hoort heel veel mensen dat het niet kan. En dat het onmogelijk is om glaswerk te behandelen en dat soort zaken qua schade eruit te halen. Het kan wel degelijk. Echter, ja, je moet ze wel weten te vinden. En zover ik weet, ben ik een van de vijf in Nederland die het doen. En als ik lieg, lieg ik in commissie. Dus dat is ook iets wat mij, voor mij, het is bijna niet te vinden. Waarom? Omdat, ja, dan heb je het weer. Onbekend maakt onbemind. En zodra je er geen weet van hebt en eigenlijk actief gaat zoeken naar krassen in je glaswerk, en dus of het nou een voorruit is of zijruiten, of een achterruit, of andere ruiten, ja, daar kan wat mee gedaan worden, tot een zekere hoogte. Op mijn website staat ook een aparte pagina over glaspolijsten, met daarin aanvullende informatie over wat het behelst en wat erbij komt kijken, wat de voordelen zijn en ook de nadelen.
En in hoeverre schade te verwijderen is. Zo heb je op mijn YouTube-kanaal een aparte playlist waar glaspolijsten, klussen en projecten te zien zijn, wat ik inmiddels door de tijd heen uitgevoerd heb. En dat geeft je een goed beeld of een indicatie van wat de mogelijkheden zijn in hoeverre glasschade te verwijderen. Dit soort glasschades wordt door de bekende autototaalglassen of carglassers of andere glasvervangers, CQ-reparatiebedrijven, niet uitgevoerd. Omdat men over het algemeen zegt, ik vervang de ruit wel. Echter, bij voorruiten is dat een heel ander verhaal. Een zijruitje kan ik snappen, maar een voorruit is een heel ander verhaal. Waarom? Vroeger, tussen aanhalingstekens, had je in een A-stijl alleen nog maar twee kabels lopen. Dat was die van de antenne en van de binnenverlichting. Tegenwoordig lopen er hele bundels kabels doorheen vanwege sensoren, camera's, allerlei andere zaken. Airbags bijvoorbeeld die er ook in zitten. Speakertjes. Dus het vervangen van een voorruit bij oppervlakkige schade zoals in deze ruiten zitten. Dus ik praat niet over een sterretje of over een scheur. Nou, dat is de reguliere handel voor carglas en autototaalglas bijvoorbeeld. Is dat om de ruit dan te vervangen. Maar dit soort schades kan er ook uitgehaald worden uit de ruit. En dan is een voorruit vervangen niet altijd de oplossing. Omdat je vaak ook zit met kalibreren van camera's, sensoren. Je loopt kans op draadbreuk in de A-stijlen. En soms ja, is het ook gewoon een kwestie van, heb je het voor over om het eruit te laten halen, want verzekeringsmaatschappijen vergoeden mijn werk niet. Dus de werkzaamheden aan glaswerk, qua dit soort werkzaamheden, moet u echt uit uw eigen portemonnee betalen. Goed, ik ga de rest van mijn spullen bij elkaar zoeken. Ik heb nu genoeg gekletst. Ik pak zo meteen nog even de camera op voor de andere kant, want dan kun je zien dat die schade echt groot is. En dan ga ik lekker aan de slag. Wil je wederom weer de vlog volgen met alle zaken die erbij hangen, dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Zoals gezegd zal ik je even de schade laten zien in het glaswerk. En dan hou je het lampje in de gaten. En dan zie je de verticale krassen. Mijn mondkapje zit een beetje in de weg. Zie je zitten en is op deze ruit in het midden, en dat is ook aan de andere kant zo, want het is een stukje erger, loopt dat door. En dan heb je hier en daar, daarnaast heb je ook nog wat krassen zitten, maar dat is niet veel. Nou, nu kun je het misschien nog beter zien. Lopen we even naar de andere kant. Nou, hier kun je het zelfs zonder lampen, nou ja, toch wel. Hier kun je het helemaal goed zien. Die is ook heel breed en loopt ook door tot aan de randen van de ruit. En nu hanteren wij 80% is gegarandeerd. En dat wil zeggen dat we minimaal 2 vingers, of soms 3 vingers breedte, van de randen afblijven in verband met het kunnen uitpolijsten van de schuurgedeelte. Ook dat is terug te vinden op de website met de glaspolijsten aanvullende informatie. Ja, dat is best pittig. Goed, aan mij de taak om deze schade. Draai ik even de camera om. Goed, aan mij de taak om deze schade te gaan verwijderen. CQ, ik garandeer minimaal 80%. En ik ga uiteraard proberen voor 100%. En 100% is niet reëel wat ik zeg, want het is 100% is niet realiseerbaar, omdat bepaalde karassen echt tot aan het einde van het glaswerk doorlopen. En daar kan ik niet bij. En dat heeft puur te maken met de bewerking maakt het glas heel erg heet. Kan 70 tot 80 graden worden. En het is zijruitjes, dus het is gehard glas. En glas heeft een eigen spanningsveld, een bepaald type spanningsveld. Dat bij bijvoorbeeld met het minste geringste kleine stoten kun je het ruit laten springen. En in dit geval zijruiten is gehard glas.
En dus ook springmuziek in tienduizenden stukjes. Vandaar dat ik zo meteen ook even mijn bril opzet. Sowieso met de werkzaamheden. En omdat ik mijn glas bewijsde, moet ik mijn adembescherming dragen. Om ervoor zorgen dat ik het glasstof niet inadem. Daarnaast, ja, wat ik al zeg, ik kan maar tot aan de 2 duimen of 2 vingers of soms 3 vingers breedte tot aan het einde van de ruit komen in verband met het kunnen uitpolijsten van het schuurgedeelte, het geschuurde gedeelte. Dus dat is eigenlijk al de insteek van minimaal 80% en ik probeer zo hoog mogelijk te halen. En dat is ook altijd wat er aan de klant meegedeeld wordt, dat staat ook gewoon op mijn website, dat... Soms een 100% realisatie mogelijk was. Hè? Dat praat je pas over op het moment dat er een kras ergens binnen van de ruit zit en niet de randen bereikt. Maar dat is puur gebaseerd op dat soort type schades. Goed, ik ga aan de slag. Ik zal trachten om even een klein stukje te laten zien van het geschuurde gedeelte. En dan uiteindelijk doorstappen naar het polijswerk. Ik begin eerst bij de bestuurderskant, want die is het ergste. En dan ga ik daarna over naar de andere kant. Dus... Glasstof. Dit glaswerk is nu in 2 stappen geschuurd. En om niet helemaal het geheim van de smid te verklaren, ga ik niet vertellen met welke gritgrootte. Dit is aan mij nu om dat weer op glans te gaan brengen. Wat is nu elk melk echt melkwit. Zo, de bestuurderskant is klaar. Dat wil zeggen, ik wil nog even het laatste materiaal nog een klein beetje schoonmaken en vegen. De ruit is voor 80% hersteld. En dat heeft te maken met de 2-vingersregel die hier onderin nog krassen laat zien, helaas. In verband met, is dat, met dat je gaat... schuren, dan moet je kunnen uitlevelen met weer op glans brengen. En als ik tot op de rand moet schuren, heb ik geen ruimte meer om uit te polijsten. Want dan heb je een lopend risico dat je net het laatste slijprandje in het glaswerk blijft zien. En dat is de uitloop die ik nodig heb. En helaas ja, zitten de krassen in dit gedeelte 80% is weg. Misschien 5% zelfs 90%. Het is alleen dat laatste stukje hier in het midden. Maar goed, dat zal ik je straks laten zien aan het einde van de rit. Is dat hier nog krassen zitten tot op zeg inderdaad 2 vingers dikte. Maar goed, dat zijn krassen waar je geen last van hebt. Op het moment dat je in de auto zit, links van je kijkt. En ook niet qua spiegel naar achteren toe. Het is vaak aan de buitenkant erger te zien als aan de binnenkant. Vanuit de binnenkant. Afhankelijk van lichtinval. Ik denk dat ik maar eerst even een hapje ga eten, voordat ik aan de andere kant ga beginnen. En die is wat minder zwaar als deze kant. Even een update tot zover.
Zo, de twee ramen zijn klaar. De bijrijderskant hier nog twee vingertjes. Eén klein stukje, een paar iets wat zichtbare en wat hele dunnetjes. Waar ik, wat ik al, hiervoor ook al heb uitgelegd. Ik heb marge nodig. Goed, die is klaar, die is klaar. Ik ga de eigenaar contacten dat hij de wagen kan ophalen. En dan zou ik zeker zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao. Oh, je krijgt nu voor mij nog even de beelden zoals de ramen nu zijn. En dit is dat stukje waar ik het over had. Oh, even naar beneden. Dit is het stukje waar ik over had, waar ik op twee vingers uitkom. Waar ik schuurtechnisch en paleistechnisch niet bij kan komen. En voor de rest is de ruit weer strak.